Diederik Samson. Dankjewel. Dank jullie wel. Dank je wel. Eind juni hadden we een partijcongres. Ook hierin, naar verluid, de mooiste stad van het land. In Utrecht. En ik sloot mijn speech toen af met drie woorden. Campagne voeren, campagne voeren, campagne voeren. Dat was mijn oproep toen. En beste mensen, wat hebben wij een campagne gevoerd. Met welk een fantastisch resultaat. En ja, daar in die snikhete Central Studios in de mooiste stad van het land legden wij gezamenlijk een basis voor die prachtige campagne. Een campagne die heeft laten zien wat je kan bereiken als je samen de schouders eronder zet. Dat je dan inderdaad het onmogelijk geachte waar kan maken. Want velen hielden het voor onmogelijk. Velen geloofden niet dat Nederland in zo'n korte tijd zou terugkeren naar een politiek die mensen niet naar de mond praat, maar eerlijk vertelt dat moeilijke tijden nou eenmaal lastige keuzes vragen. Velen hadden niet verwacht dat optimisme zo snel in de plaats zou kunnen komen van de somberheid en het chagrijn van de afgelopen 2 jaar. En velen waren bang dat in deze tijden vooral eigenbelang zou prevaleren boven samen sterker worden. De Partij van de Arbeid heeft laten zien dat het mogelijk is. Jullie hebben met z'n allen laten zien dat het wel mogelijk is. En daarvoor kan ik niets anders doen dan een hele diepe buiging voor jullie allemaal maken. Een buiging ook voor al die duizenden vrijwilligers die hier nu niet zijn, maar die tijdens de campagne bij nacht en ontij de kurk vormden waarop deze campagne bleef drijven. In Utrecht, waar ik op 14 juni met een handvol mensen in de winkel van Sinkel stond en waar op 8 september, nog maar een paar maanden later, een afgeladen binnenstad vol met rode t-shirts, met een massale optocht van rozen en enthousiasme, we de campagne tot een nieuw hoogtepunt brachten. In Heerlen, waar ik met talloze partijgenoten, onze vrienden uit Duitsland van de SPD, met de premier van Noord-Rijn-Westfalen, Hannelore Kraft, een prachtige middag heb beleefd, waarmee we Heerlen helemaal rood hebben gekleurd. En in Drachten. In Drachten, er werd al aan gerefereerd, waar ik op de zondag voor de verkiezingen in een afgeladen theater De Lawaai mocht toespreken op die inderdaad fantastische verkiezingsavond van de drie noordelijke Partij van de Arbeid gewesten. En natuurlijk ook in Assen, Middelburg, Breda, Amsterdam, Rotterdam, Alkmaar, Hogeveen, Leusden. Al die talloze andere plekken waar ik de afgelopen maanden ben geweest. En vooral een diepe buiging, ook voor al die PvdA-vrijwilligers, waar niet iedere week een kandidaat, kamerlid of een lijsttrekker opdook om rozen uit te delen. Want ook daar werkten elke keer weer, elke zaterdag en ook andere dagen van de week, vrijwilligers afgelopen maanden, iedere dag opnieuw, voor elke stem. Tegen hen zeg ik, dit is jullie winst. Bedankt, bedankt en bedankt. Maar partijgenoten, na zo'n mooie campagne komt de volgende fase. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, de mist van de campagne is opgetrokken en de kaarten in ons politieke bestel opnieuw zijn geschud, blijft er voor de politiek als geheel maar één moeilijke, maar heldere opdracht over. En die luidt, met kracht en vertrouwen werken aan herstel van dit mooie land. En laat dat nou juist precies de meest cruciale zin zijn uit de troonrede van afgelopen dinsdag. Ik heb er een paar gemist, maar deze heb ik gezien. Nederland heeft immers dringend behoefte aan een politiek die elkaar de hand reikt. Verschillen overbrugt. Die samenwerkt voor een sterker en socialer Nederland. Deze tijd vraagt niet om polarisatie. Deze tijd vraagt om verbondenheid. Deze tijd vraagt niet om verdeeldheid, maar om eenheid. En niet om mensen naar de mond praten, maar om eerlijk te vertellen welke moeilijke beslissingen er voor ons lichten. Deze tijd vraagt dus om een sterke Partij van de Arbeid. En die nieuwe, eerlijke politiek van de Partij van de Arbeid, dat is waar ik voor sta.
En om die nieuwe politiek dan nu straks vorm te geven, moet allereerst de uitkomst van de verkiezingen op waarde worden geschat. Er zijn twee partijen die flink hebben gewonnen. De VVD en de Partij van de Arbeid. Ze werden daarmee de grootste partijen. En één is de allergrootste geworden. En de grootste winnaar. En dat is de VVD. Dat zijn twee partijen, Partij van de Arbeid en VVD, met verschillende visies. Maar met een gedeeld gevoel van urgentie en verantwoordelijkheidsbesef over de noodzaak om dit land snel een stabiel kabinet te bezorgen. En dat gevoel van urgentie en de nieuwe samenstelling van de Kamer hebben ook de inzet van mij, mijn fractie, bepaald in de gesprekken met verkenner Henk Kamp. De Partij van de Arbeid heeft, gezien de uitslag van de verkiezingen, dus geadviseerd om een onderzoek te starten, op zo kort mogelijke termijn natuurlijk, naar een kabinet van VVD en Partij van de Arbeid, van minimaal die twee partijen, want dat zijn immers de grootste fracties en de grootste winnaars. En uit de verkenningsronde van die afgelopen week bleek dat die inzet breed gedragen werd door vrijwel alle fracties. Ook fracties die helemaal niet aan die coalitie wilden meedoen, zeiden ja, laat die twee het maar doen. En er werden ook wel andere opties genoemd, ja. Maar die werden vervolgens meteen weer door mogelijke deelnemers aan die opties afgewezen. Het CDA zag in geen enkele optie een rol voor zichzelf. D66 noemde de kans om tot overeenstemming te komen met bijvoorbeeld de SP en een CDA, D66, Partij van de Arbeid, SP-coalitie, nagenoeg nul, letterlijke woorden. En in zo'n geval kun je op zich lang politieke spelletjes spelen. Je kunt lang om elkaar heen gaan draaien. Je kunt afwachten. Je kunt in de loopgraven blijven zitten. Je kunt de onmacht van Den Haag nog eens uitgebreid gaan etaleren. Maar we kunnen ook doen wat kiezers van ons verwachten. Namelijk onze verantwoordelijkheid nemen, een regering vormen en dit land sterker en socialer uit de crisis halen. En dat is wat ik wil gaan doen. En over wat kiezers nou precies van ons verwachten, is de afgelopen week veel gezegd. En ik heb de afgelopen maanden, net als u, allemaal vele kiezers gesproken. En ze hebben allemaal zo hun eigen wensen. Maar ik heb bij het bepalen van de urgentie van onze opdracht een klein groepje kiezers voor ogen. Een groepje kiezers wat ik in juni sprak in het Soesterkwartier in Amersfoort. Toen gingen we daar deur aan deur in het kader van die campagne die zo lang duurde. 18 deuren achter elkaar. 18 deuren lang. Werd mij te verstaan gegeven door degene die opende dat ze niet op links gingen stemmen. Dat ze ook niet op rechts gingen stemmen. Maar dat ze helemaal niet meer gingen stemmen. Ze hadden het gehad met de politiek in Den Haag. De politiek die inmiddels elke 2 jaar hen was komen vragen wat ze nu weer wilden kiezen. En dat vervolgens dan weer niet kon leveren, omdat binnen 2 jaar weer opnieuw de vraag moest worden gesteld. 18 deuren van politiek cynisme. Met reden. Die heb ik voor ogen deze dagen. Ik wil over een paar jaar, over een tijdje, wil ik terug naar die straat. Ik wil aanbellen. Ik wil bewoners recht in de ogen kunnen kijken. Geen spelletjes. Geen loze beloftes. Geen partijbelang boven alles. Maar gewoon doen wat nu nodig is. Voor hen, voor al die anderen die willen dat we gewoon problemen gaan aanpakken. Voor een ieder die wil dat wij dit land sterker en socialer maken. Voor hen gaan we het doen. En daar gaan we dus nu mee beginnen. Met die onderhandelingen over een nieuw kabinet. En daarbij ben ik heel verheugd dat Wouter Bos beschikbaar is om samen met Henk Kamp die informatie te begeleiden. Want voor dit type werk, voor dit soort werk en voor deze combinatie hebben we de beste persoon uit ons midden nodig. En die beste persoon is Wouter Bos. Met zijn kennis, zijn ervaring en zijn denkkracht is hij dus degene die samen met Henk Kamp de gesprekken in goede banen kan leiden. En ik was gisteren zo blij dat ik de man die mij ooit naar Den Haag haalde, die mij alles leerde wat er te leren viel over de politiek, dat ik die weer voor even terug kon zien op het Binnenhof. Ik heb dus heel veel zin in de samenwerking in de komende periode met Wouter Bos en al die anderen om een mooi kabinet te gaan maken.
Hij heeft al gezegd, hij is niet beschikbaar om langer te blijven. Maar ik hoop dat ik in deze periode, die wat mij betreft zo kort mogelijk moet duren, alles uit hem en anderen kan halen. Beste mensen, de gesprekken die we tot nu toe hebben gevoerd, formeel en informeel, die geven mij heel veel vertrouwen dat dit onderzoek, zoals dat dan heet, onder leiding van die twee informateurs, kan leiden tot een stabiel kabinet waarmee Nederland uiteindelijk, want er wachten echt nog vele lastige jaren, sterker en socialer de moeilijke periode achter zich kan laten en een mooie toekomst tegemoet kan gaan. Want wat wij tijdens deze campagne in het klein hebben gedaan, dat kan Nederland in het groot. Samen de schouders eronder zetten en dan het onmogelijk geachte bereiken. En velen zullen zich dan afvragen, wat staat er dan precies straks in dat regeerakkoord? Hoe ziet het er dan uit? En tegen hen zeg ik wat ik in het slotdebat, nog voor de verkiezingsdag, ook tegen mevrouw van Lieshout zei, die ons in het NOS-debat vroeg of we een garantie konden geven over één maatregel waarvan wij zeker wisten dat we die door een eventuele formatie zouden slepen en in een kabinet en in een regeerakkoord zouden zetten. U krijgt geen garanties. In Nederland zijn garanties op specifieke maatregelen vooraf niet te geven. Om twee redenen. Omdat wij een coalitieland zijn, waarin compromissen gesloten moeten worden. Maar ook omdat niemand precies weet wat er de komende weken, maanden of jaren nog gebeurt. Niemand weet welke wending de eurocrisis nog kan nemen. Welke wending de wereld nog zal nemen. En een regeerakkoord zal dus flinke compromissen en concessies bevatten. Compromissen met een partij die op veel punten anders denkt dan wij. En concessies met de harde realiteit van economische crisis die offers zal vragen van ons allemaal. En net als mevrouw van Lieshout krijgt u dus geen garanties over specifieke maatregelen die wel of niet in dat akkoord zullen staan. Maar u krijgt wel één ding van mij. De verzekering dat ik altijd zal vasthouden aan ons kompas. Eerlijk delen, vooruitgang mogelijk maken. Dat is het kompas waar wij op varen. Want partijgenoten, wat er ook gebeurt, wij zullen er altijd voor zorgen dat de rekening van deze crisis niet terechtkomt bij mensen die het al zwaar hebben. En wat er ook gebeurt, wij zullen altijd blijven investeren in vooruitgang. En dus in onderwijs, in innovatie, in duurzame technologie. Dat kompas geldt voor ons als het onwrikbare hart van de sociaaldemocratie. En met dat kompas ga ik met heel veel vertrouwen de volgende fase in richting een nieuw kabinet. Ik dank u wel. Wat zei je? Die had ik. Ja, die ga ik niet zo geven.